De vrachtwagenchauffeur die vorig jaar op de A2 bij Eindhoven het ongeluk veroorzaakte. Waarbij de vrouw van oud P.S.V. Patrick Lodewijk om het leven kwam, krijgt een volwaardelijke rijontzegging van een half jaar. Ook moet hij een geldboete van 500 euro betalen. De nabestaande moet hij 4000 euro geven. Yvonne Lodewijks, de vrouw van Patrick Lodewijks, kwam als gevolg van een ongeluk op de A2 om het leven. Volgens justitie is de vrachtwagenchauffeur uit het Utrechtse Lopik... Schuldig aan haar dood, omdat hij onoplettend heeft gereden.